Dag allemaal. Welkom op deze open dag van Wageningen University and Research. Ik ben Hermien Miltenburg, ik ben oudervoorlichter. Maar voor ik wat meer over mezelf vertel, wil ik u eerst voorstellen aan de studenten, want daar draait het natuurlijk om op een universiteit. Wie ben jij? Ja, hi, ik ben Carlien. Ik ben een derdejaars gezondheid- en maatschappijstudent hier. Oké, dus je doet een studie op het gebied van social sciences. Ja, inderdaad. Oké, leuk. En jij? Hoi, ik ben Noortje. Ik ben een tweedejaars student van Animal Sciences. Ja, dus dierwetenschappen, maar dan de Engelse vorm daarvan. Ja, dat klopt. Ja. Oké, nou hartstikke goed. Ik ben Hermien Miltenburg. Ik ben moeder van 3 kinderen. Ik wou ook heel graag kinderen krijgen. Maar toen ik voor mijn studiekeuze zat, waar uw zoon of dochter nu mee bezig is, toen heb ik eigenlijk niet lang getwijfeld. Ik wou ook graag schooljuf worden. En dat ben ik dus ook geworden. Ik ben docent Nederlands en docent geschiedenis. Ik heb vooral veel ervaring op HAVO en VWO en op HBO en WO. En daar wil ik vandaag iets over vertellen. Vooral om mijn eigen ervaringen als moeder te delen, als docent. Maar ook om ruimte te geven aan Noortje en aan Carlien. Hebt u vragen na afloop van vandaag, dan kunt u mij mailen. Daar ziet u mijn mailadres. Ik schrijf ook een blog, www.studiekeuzekind.nl. En de streepjes die onder de presentatie staan, verwijzen allemaal naar verdiepende artikelen, meestal van dat blog. Ja, dan zou je zeggen, je kind is volwassen. Doen ouders er dan nog toe? Daar is natuurlijk onderzoek naar gedaan. En bijna 55% van de eerstejaarsstudenten van universiteit zeggen, mijn ouders zijn nog steeds heel belangrijk voor me. Noortje, hoe is dat voor jou eigenlijk? Ja, mijn ouders zijn heel belangrijk. Ze hebben me heel veel geholpen met mijn studiekeuze, ook met het heenrijden bijvoorbeeld. En nu nog steeds helpen ze altijd als ik echt niet weet wat ik moet eten of met de was, dan bel ik ze op en dan weten zij altijd wel wat te doen. Ja, dus ook als je ouders niks weten van diergeneeskunde of dierwetenschappen, dan kunnen ze je toch nog helpen met dingen die te maken hebben met je studie. Ja, ze helpen bijvoorbeeld met een planning of juist hoe ik bijvoorbeeld dingen uit een tekst kan halen wat ik moeilijk vind. En niet per se met onderwerp, maar met de manier hoe. Oh ja, en hebben je ouders zelf ook gestudeerd trouwens? Mijn ouders hebben beide HBO gedaan. Oké. En nu zijn ze gewoon lekker aan het werk. Dus, maar alles richting de economie en niks met dieren. Oké, dus je hoeft van het onderwerp niks af te weten als ouders zijnde. Hoe is dat voor jou, Carlien? Ja, mijn ouders weten ook niet zo heel veel van het onderwerp wat ik studeer. Maar ze geven me ook niet superveel advies over hoe dan. Maar dat is ook omdat ik dat zelf minder nodig heb. Ja. Maar ze ondersteunen me wel op andere gebieden waar ik dat wel eerder nodig heb. Ja, en hoe ondersteunen ze je dan? Ja, ook meer met op kamer zitten. Dus verhuizen en zo. En soms dingen naar mijn kamer toe brengen. Ja. Ja, dus nou, wat ik nu van jullie hoor, dat hoor ik eigenlijk heel vaak van jongvolwassenen. Van het maakt helemaal niet uit of mijn ouders zelf gestudeerd hebben of dat ze de studie hebben gedaan op een gebied waar ik voor gekozen heb. Ik snap eerlijk gezegd ook nog steeds geen snars van wat mijn kinderen gestudeerd hebben hoor. Maar een coach zijn, een spiegel zijn, af en toe feedback geven, dat vinden jonge mensen fijn, toch? Dat zeg ik toch goed zo, hè? Ja, is handig. Ja, ik moet wel af en toe ook checken met mijn panel of ik het nog goed zeg, hoor. Anders heb ik na vandaag geen leven meer, natuurlijk. Goed, we gaan een stapje verder. Waarom zijn ouders nu zo belangrijk? Ik heb hier een paar levensvragen opgeschreven. Wat vinden jullie daarvan als je daar naar kijkt? Ja, lastig. Ik weet het eigenlijk nog steeds niet helemaal. Dat zeg je mooi, Noortje. Nou, eerlijk gezegd weet ik dat af en toe ook nog steeds niet hoor. Het je verdiepen in wie ben ik, wat past bij mij, wat wil ik met de tijd die ik nog heb, zijn dingen die een heel leven belangrijk blijven. Daarom adviseer ik ouders ook, zeg alsjeblieft niet tegen je kind, dit moet je maar studeren, dat is goed voor jou. Nee, geef je kind de ruimte om zelf te ontdekken wat bij ze hoort, wat bij ze past, waar ze gelukkig in kunnen zijn. Want dat zijn echt ontdekkingen die, neem het van me aan, een heel leven belangrijk zijn. Zelfs nog tot de leeftijd die ik heb. Ik werk hier al een hele tijd op deze universiteit. En ik heb het hier ontzettend fijn als docent. Ik vind het een topuniversiteit. En vooral omdat ik de studenten, omdat ik jullie gewoon ontzettend fijn vind om mee te werken. En mijn collega's. Ik vind dat wij echt een hele, hele prettige community zijn. Maar ik vind dat niet alleen hoor. De keuzegids heeft ons al 15 keer tot de beste universiteit van Nederland gekozen. In de keuzegids staan de oordelen van studenten, maar ook de oordelen van experts, wetenschappelijke experts en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. En Elsevier vindt dat ook. We hebben een hartstikke goede internationale reputatie.
We werken met veel universiteiten samen, maar ook met hbo's en ook voor het bedrijfsleven, met het bedrijfsleven. Merken jullie iets van die samenwerking om je heen met bedrijfsleven en hbo's? Nou ja, bijvoorbeeld wel met hbo. Ik ben actief bij de studievereniging van dierwetenschappen. En daar zie ik nu heel veel studenten die instromen bij de master en die een hbo hebben gedaan van tevoren. Ja, ja. Oh, dat is een heel mooi bruggetje dat je maakt, Noortje. Want daar kom ik straks nog op terug als ik het heb over bacheloropleidingen. Waarom worden wij zo vaak nummer 1 genoemd? We hebben topopleidingen. Onze opleidingen zijn gewoon echt hartstikke goed beoordeeld. We hebben heel veel begeleiding. Merken jullie daar iets van die begeleiding trouwens? Ja, ik vind mijn studieadviseur bijvoorbeeld wel heel goed. Ja? Die is heel benaderbaar ook. Ik heb wel eens gehoord op grotere universiteiten als... je hele grote studies hebt, hele grote universiteiten, dat dat wat lastig is. Dat het meer voelt alsof je een nummertje bent. Ja. En dat heb ik zelf niet hier. En dat is voor jou belangrijk, dat je studieadviseur kunt mailen? Ja, dat vind ik wel fijn. Ja, ja, dat is toch wel jouw aanspreekpunt waar je naartoe kunt als je ergens mee zit. Neemt je studieadviseur ook contact met jou op? Als er bepaalde dingen zijn, deadlines, waarvoor je iets moet regelen met je studie, dan wel. Maar verder in principe niet echt. Ja. Nou, dat is wel heel belangrijk wat Carleen nu zegt. Want een student op een universiteit of een hbo is vooral de regisseur van zijn of haar eigen studiesucces. Maar het is dan wel heel fijn, zoals jij dat uitdrukt, dat je dan iemand kunt benaderen die je kan helpen. En onze studieadviseurs doen dat heel graag en zijn ook benaderbaar, toch Noortje? Ja, dat klopt. En ik vind zelf ook de hoogleraren, die zijn ook heel benaderbaar. Je kan gewoon heel makkelijk ermee op aflopen of vragen stellen. En dat vind ik ook heel fijn. Ja, en natuurlijk besteden we ook de nodige aandacht aan de arbeidsmarkt. Want dat willen we natuurlijk heel graag, dat onze kinderen, maar ook onze studenten, straks goed voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. Ons onderwijs. Je moet bij ons heel veel aanwezig zijn. Hoeveel uren ben jij op de campus, Noortje? Ik denk best wel snel 30 uur eigenlijk. Ja. En hoeveel huiswerk heb je dan daarnaast nog? Niet heel veel meer. Nee? Nee. Nou, dat is dus belangrijk wat Noortje zegt. Iedere student moet zo'n 40 uur in de week werken. Een deel daarvan heb je contacturen en een deel daarvan heb je zelfstudie. Noortje, jij hebt een studie waarin je dus heel veel contacturen hebt en betrekkelijk weinig zelfstudie. Ja. Dat bevalt je ook goed, denk ik, hè? Ja, ik vind het heel fijn, want als ik dan moet ik gewoon op de uni zijn en dat is, werkt voor mij gewoon makkelijker. Ja. Ja, ja, nee, dat begrijp ik heel goed. Als er problemen zijn, als studenten problemen ondervinden, dan zijn er ook allerlei hulptroepen, zoals ik dat noem. Je kan contact opnemen met de studentenpsycholoog, je kan contact opnemen met de studentendecaan. Heeft een van jullie dat alles nodig gehad toevallig? Ja, ik heb bij de psycholoog gezeten vorig jaar. Ja, ja, en hoe ging dat? Goed. Ik vond het heel fijn dat er toch iemand vlakbij is eigenlijk. Ja. En ook, wat ik vaak ook van vrienden hoor, dat het gewoon normaal lang duurt. En hier was ik best wel snel kon terecht. Ja, wat fijn. Ja. Ja. Nou, dat vinden we dus ook heel erg belangrijk. 20% van de studenten heeft wel eens iets in de persoonlijke sfeer of de medische sfeer of rondom stress, waardoor er net een klein beetje meer hulp nodig is. We vinden het heel gewoon dat studenten die hulp dan ook zoeken en dat ze die hulp ook snel krijgen. Nou, en ik vind het een heel goed teken, Noortje, dat je daar zo openlijk over praat. En terecht natuurlijk. Dat alles betekent dat de uitval bij ons het laagste in Nederland is. Ik bedoel niet uitval van lessen, maar studenten die tijdens hun traject uitvallen. Bij ons in de opleidingen heb je heel erg te maken met 3 onderwerpen. Eigenlijk iedere opleiding bij Wageningen University heeft een component die te maken heeft met voeding en voedselproductie. Hoe kunnen we genoeg voedsel produceren voor alle mensen ter wereld en ook goede voeding? Maar eindeloos alleen maar landbouwgrond maken van de Amazone, ik noem maar wat, botst natuurlijk met andere belangen die wij op de aardbol hebben. Dus ook al werk je in deze bol rondom voeding en voedselproductie, dan leer je ook dingen rondom leefomgeving, want ook dat vinden we belangrijk. Maar we hebben ook te maken met mensen. Ik zei net gezonde voeding. Het gaat niet alleen over gezonde voeding, maar ook hoe mensen met die voeding omgaan. En dat is meer jouw terrein, hè, Carleen? Ja. Dus welke opleiding je ook kiest, of je de insteek hebt van social sciences, of de insteek van environmental sciences, omgevingswetenschappen, of de insteek van voeding en voedselproductie, waar jij in zit, met alle 3 die bollen krijg je te maken. Dat doen we ook expres. We vinden het belangrijk dat leerlingen
studenten niet meer met één onderwerp bezig zijn, maar dat ze leren met elkaar te praten over de verschillende insteken. Herkennen jullie daar iets van, wat ik nu zeg? Ja, best wel. Ik zit even te kijken naar welke bolletjes er allemaal zijn. Maar ik zit bijvoorbeeld heel erg in de voeding- en voedselproductie. Ja, deze. Merk ik. Maar ik krijg toch wel mee over de burger of over voedselveiligheid. Ja, ja. Maar ook voedselveiligheid, dat is voor jou wel een onderwerp. Dat heb ik ook wel gehad. Of bijvoorbeeld landschap, daar krijg ik ook wel weer onderwerpen over. Ja. Dus het is toch een beetje een mengeling van alle drie. Ja, ja, ja. En jij zult niet alleen met sociologie bezig zijn, maar ook met deze twee componenten, denk ik, hè? Ja, wel minder. Het is wel echt vooral op die gericht. Maar ik denk dat, ik zit nu natuurlijk nog in mijn bachelor, ik denk dat in de master ook het wat meer integraler wordt dan op dit moment. Ja, daar zeg je iets heel belangrijks, Carleen. Je begint natuurlijk met een hoofdonderwerp, maar we dagen de studenten uit om contact te zoeken met studenten uit de twee andere bollen. En we brengen studenten ook een aanraking met vakken uit die andere bollen. Je hebt het over de master, daar kom ik straks nader op terug. In de master kun je natuurlijk nog steeds meer specialiseren. En we zien ook dat studenten steeds meer uit alle drie die bolletjes onderwerpen pikken die ze interessant vinden. Vind ik leuk om te zien. Want uiteindelijk is onderwijs er natuurlijk ook om bedoeld dat studenten groeien in hun leerproces. We hebben het nu al een paar keer gehad over bachelor en master. Daar wil ik graag iets meer over uitleggen. Er zijn in Nederland twee soorten bacheloropleidingen. Een hbo-bacheloropleiding en een universitaire bacheloropleiding. Ik geef vandaag ook nog een presentatie over studiepunten en over het onderwijssysteem. En daar komt het nog wat uitgebreider in aan bod. Maar even kort samengevat. Een bachelor op de universiteit duurt 3 jaar. Na die 3 jaar ga je nog een andere opleiding doen. Pas dan is je universitaire opleiding compleet. Na je universitaire bachelor ga je een universitaire master doen. En in die master heb je veel keuzevrijheid, zoals Carleen ook al aangaf. Maar we hebben ook de mogelijkheid, wat Noortje straks heel terecht zei, studenten die een hbo-opleiding hebben kunnen onder voorwaarden ook nog doorstromen naar een universitair master. Hadden jullie heel goed ingebracht, allebei. De opbouw van de studie. U hebt vast wel gehoord over bindend studieadvies. En de presentatie over studiepunten ga ik daar nader op in. Het bindend studieadvies bij ons is 36 studiepunten. Je moet iets meer dan de helft van je studiepunten in het eerste jaar halen. Is dat gelukt bij jou, Noortje? Bij mij is dat zeker gelukt. Ik heb alle 60 punten gehaald. Nou, fijn. Gefeliciteerd. Ja, anders zat je hier natuurlijk niet meer. Hè? En hoe is dat bij jou gegaan, Carleen? Ja, bij mij ging het eigenlijk ook wel goed. Dus ik heb het ook kunnen halen, gelukkig. Ja. Nou, fijn. Zijn er ook medestudenten geweest waar het moeizamer bij ging? Ja, er zijn genoeg mensen bij wie ik zag dat het in de laatste periode toch nog alles op alles moesten zetten of met herkansingen. En dat is gewoon minder fijn. Ja, er wordt echt wel wat gevraagd van studenten, hè? Ja, nou dat is absoluut wel anders dan vroeger toen ik jong was hoor. Toen had je was studententijd veel meer een tijd van vlieren, fluiten en lol maken. Nu moet er echt wel hard gewerkt worden. Maar lol hebben jullie denk ik ook nog steeds wel, hè? Ja, kan nog steeds zeker. Ja, gelukkig maar. Dat hoort er gewoon echt bij. We gaan naar de volgende dia. Wij hebben 19 bacheloropleidingen binnen Wageningen University and Research. De meeste bacheloropleidingen beginnen in het Nederlands en later wordt dat meer Engels. Dat is bij jou zo, hè, Carleen? Ja, klopt. Vond je dat niet moeilijk om Engels erbij te krijgen? Ja, de overgang is heel erg geleidelijk, dus je rolt er vanzelf in. En het is wel zo dat veel masteropleidingen sowieso in het Engels zijn, dus ik vind het wel fijn dat er een overgang is en dat het dan geleidelijk gaat. Ja, ja, dus je wordt op die manier ook wat voorbereid op de master. Ja. Want die zijn inderdaad allemaal in het Engels. Maar jij hebt een volledig Engelstalige bacheloropleiding. Was dat niet enorm schrikken na het VWO? Ja, het was heel erg schrikken. Ik had mazzel dat Engels mij gewoon goed lag. Dus ik kwam erin, het is even wennen. En daarna, na een periode, gaat het goed. Maar voor sommigen was het echt ook even van, hoe ga ik dit doen? Ja. Ja, je staat daar als student natuurlijk echt niet alleen en als Engels nog even lastig is. Maar we hebben hier ook een talencentrum waar je cursussen kunt volgen om extra hulp te krijgen. Hebben jullie dat nodig gehad? Ik niet. Ik ook niet. Nee. De meeste studenten hebben misschien eens een keer een puntje lager voor een tentamen. Maar ik heb me laten verzekeren de opleidingsdirecteuren dat het Engels nooit een reden is om niet de studie te halen.
Dus nou ja, dat is mooi meegenomen. En het Engels is natuurlijk wel belangrijk op een internationale universiteit zoals de onze. Want onze studenten gaan werken over de hele wereld en met de hele wereld. Internationale gemeenschap. De Engelstalige masteropleidingen trekken veel internationale studenten. Wij letten natuurlijk wel op dat het niveau van die studenten, zowel qua Engels als inhoudelijk, past bij wat, wat de studenten kunnen. Ik hoef het jullie niet te vragen, want jullie zitten nog in de bachelor, maar heel veel masterstudenten zeggen dat ze het ook echt interessant vinden om met internationale studenten en internationale medewerkers te werken. Kan ik me ook voorstellen, want dan krijg je gewoon echt wel andere inzichten door. In de master doe je je onderzoek en in de master heb je ook de stage. Je moet je voorstellen dat er in de bachelor vooral een theoretische basis wordt gelegd en de praktijk komt in de master. Ja. Is dat niet saai trouwens, zo in de bachelor, die theorie allemaal? Ja, ik vind het niet heel erg. Nee? Ik vind het op zich wel prima. En bij mijn studie was ook nog de mogelijkheid om 2 weken op stage te gaan aan het einde van het eerste jaar. Dus ik heb toch nog een beetje de praktijk gehad. Ja. Maar merkt u nu dat uw kind echt wel behoefte heeft aan, ik leer dit nou wel allemaal, maar wat heb ik eraan? En die behoefte heeft aan stage, dan is dus een hbo-opleiding helemaal zo gek nog niet. Want later kunnen ze alsnog een universitaire master doen als uw zoon of dochter daarvoor geschikt is. En dat vooral wil natuurlijk, hè? Wij kunnen als ouders nog zoveel willen, maar de jongeren beslissen natuurlijk. Kortom, studiekeuze is iets dat neem je een hele tijd mee. Jullie ook nog, hè? Als je straks voor je masterkeuze staat, moet je weer hetzelfde proces doorlopen. Kost veel tijd, maar belangrijk dat u als ouder daar ook een steuntje bij kunt zijn. Maar tegelijkertijd ook je kind de eigen beslissingen laten nemen. Voordat je begint, heb je bij ons nog een studiekeuzecheck. Noortje, zou jij uit kunnen leggen hoe dat werkt bij die studiekeuzecheck? Bij de studiekeuzecheck, dan krijg je, nou, in ieder geval bij dierwetenschappen was dat het geval, dan krijg je een soort online test. En die vul je in met over het onderwerp, over de studie en ook over je middelbare schoolcijfers bijvoorbeeld, of hoe je ervaringen daar waren. En daarvan krijg je een uitslag. Ja. En die uitslag is in stoplichtvorm, dus die kan groen, rood of oranje zijn. Groen ben je toegelaten, oranje is nogal een twijfelgeval en rood, dan mag je de studie niet beginnen. En wat had jij voor uitslag? Ja, ik kreeg zelf een rood advies, negatief. Ai. Ja, mijn cijfers waren te laag, dus. Maar je staat hier nu wel, je bent toch begonnen met de studie. Hoe kan dat dan als je een negatief advies krijgt? Ik heb me aangemeld voor 1 mei en als je aanmeldt voor 1 mei word je altijd toegelaten. Maar waarom heb je dat dan toch aangedurfd? Ja, het was toch wel voor mijn gevoel wat het was. En ik ben achterna gegaan, het zijn de cijfers. En voor de cijfers ga ik niet terug. Want ja, het is wel het onderwerp wat ik leuk vind. Je bent echt gemotiveerd. Ja. En het is blijkbaar ook goed uitgepakt, hè? Ja, dat want klopt. Je hebt alle studiepunten gehaald, het eerste jaar zei je net. Ik zit nu ook in het tweede jaar, dus het is goed voor jou. Dus aanmelden voor 1 mei is belangrijk. Ook al krijg je een negatief advies, je mag altijd beginnen met studeren bij de studie van je keuze of een van de andere studies waar geen selectie voor is. En laat je niet te gauw uit het veld slaan, maar meld je na 1 mei aan. Ja, dan kan een opleiding je weigeren. Dus dat heb je echt goed gedaan. Ja. Studiesucces, dat heeft vooral op de eerste plaats te maken met de goede studie te kiezen. Dat klinkt als een open deur, maar als je de studie goed hebt gekozen, dan werk je gemotiveerder. Precies zoals jij dat zei. Dus op tijd beginnen aan studiekeuze. Ik raad ouders ook aan om netwerken in te schakelen. Het is voor jonge mensen heel lastig om te overzien wat wij doen in al die kantoorgebouwen achter die computers. Wat houdt werken nou eigenlijk in? Veel jonge mensen kennen maar 20, 30 beroepen, maar er zijn natuurlijk wel 20, 30.000. Dus schakel uw vrienden en kennissen in. Vraag of je zoon of dochter eens met ze mag praten. Dat doet echt een heleboel goed. En studiekiezers, praat vooral ook met studenten. Hebben jullie dat gedaan in jullie studiekeuzeperiode? Ik heb wel met studenten gepraat, omdat ik dan naar open dagen ging. Ja, ja. Nou, maar dat is heel belangrijk. En als je nou niet naar een open dag kunt gaan, hoe kun je dan met studenten praten? Ik had heel erg mazzel, want mijn oude oppas heeft ook dezelfde studie als mij gedaan. Oh, wauw. Dus die woont de straat verderop, dus die heb ik even opgebeld van, hey, hoe zit het eigenlijk in Wageningen? Hoe is de studie? En die heeft me heel veel verteld.
Ja, nou, leuk. Studenten vertellen ook altijd net een ander verhaal dan dat wij vertellen, hoor. En studenten kun je natuurlijk ontmoeten via de chat. Er staan altijd e-mailadressen op het internet. Er zijn open dagen, ja, nu dan even niet, maar normaliter wel. En meeloopdagen. Praten met studenten geeft je echt een heel goed beeld van hoe de studie eruit ziet. Ik ontmoet nog wel eens ouders die bang zijn voor de introductie. Die denken dat de introductie hetzelfde is als ontgroening en zuipfeesten. Maar dat is echt helemaal niet zo, hoor. Wat gebeurt er bij de introductie? Ja, je leert de stad een beetje kennen. De stad leren kennen, ja. En mensen van je studie ook een beetje. Maar ik moet zeggen dat ik in andere steden dan Wageningen is dat wel meer. Omdat bij ons de groepen helemaal gemixt zijn met alle studies. Ja, wat heeft dat voor voor- en nadelen? Nou, je leert heel veel mensen kennen in Wageningen. Ik vond het juist wel fijn dat het gemixt was. Ik kende wel een paar mensen die ik gewoon naast wie ik kon zitten in het eerste college. Maar ik kende ook wel weer mensen erbuiten. En dat vond ik zelf heel leuk, dat ik ook wat erbuiten had eigenlijk. Ja. Ik zie wel eerstejaars die af en toe moeite hebben om zich echt te focussen op de studie. Maar dat is juist in het eerste jaar wel belangrijk. Het klinkt heel gewoon, maar dat zou ik toch graag mee willen geven. Belangrijk dat een eerstejaars zich focust op college volgen, tentamen maken, zien dat je de studiepunten haalt. Al die andere fantastische dingen, die kunnen daarna ook nog. Het is natuurlijk niet alleen studeren. Het is ook belangrijk om iets aan ontspanning te doen naast de studie. Hoe ontspannen jullie je eigenlijk? Ik zit bij een sportvereniging. Bij een sportvereniging? Ja. Welke? Paaldansen. Paaldansen? Ja. Serieus? Wat leuk. Kun je dat hier op het sportcentrum doen? Ja, inderdaad. Ja. Nou, wat leuk, joh. Ja. En jij? Ja, ik zit ook bij een sportvereniging, maar ik schaats. Dus dat is weer net wat anders. Ja. En verder zit ik bij een kleine studentenvereniging. Ja, oké. Okay. De studentenvereniging, sportcentrum, zijn wel 60 sporten hoor, die je kunt doen. Wel niet meer, alleen denk paaldansen, ik. Nog meer denk je? Ja, ja? Heel veel. Nou, heel het is veel, echt idioot leuk wat je daar allemaal kunt doen. Ja, ik ga niet meer naar het sportcentrum toe hoor. Ik ga nu naar een andere sportschool. Maar op het sportcentrum sporten ook heel wat jongere collega's hoor. Maar ik voel me daar toch niet meer zo lekker bij. Nou zeg ik van, je ontmoet daar ook andere collega's. Dat is wel een beetje kenmerk van Wageningen, hè? Dat je overal medestudenten tegenkomt, maar ook docenten, onderzoekers. Hoe is dat eigenlijk? Ja, het is toch een beetje raar, want ja? Ik kom een oud docent wel tegen af en toe in de sportschool. Dat vind ik wel het is toch wel een beetje apart, maar het is ook wel fijn dat het toch zo klein en gezellig is. Ja. Ook waarschuwing. Als je graag op jezelf bent, liever geen docenten tegenkomt in je vrije tijd, kom dan alsjeblieft niet naar Wageningen. Want ja, het zijn hier 10.000 studenten, ik heb 6.000 collega's en deze stad telt 34.000 inwoners. Dus je komt elkaar echt overal tegen. Ik vind dat leuk hoor. Tip 7. Realiseer je dat niet alles goed hoeft te gaan met de studie. Dat hebben jullie vast ook al ervaren, dat je niet ieder tentamen in één keer haalt. Ja, dat klopt wel. Ja, wat ik dan? Had vorig jaar een vak niet in één keer gehaald. Dat vond ik wel moeilijk. Ik dacht, straks haal ik het jaar niet. En ik heb het uiteindelijk in de herkansingsperiode gewoon gehaald. Dus heb je daar met je ouders over gepraat trouwens? Ja, die zaten wel van, nou, rustig aan. Je hebt nog 3 jaar om het vak te doen. Het is echt niet zo'n stress. Dus dat was wel fijn. Nou, wel heel goed voor je ouders dat ze dat gedaan hebben. Je studieadviseur is je vraagbaak. U als ouders kunt helaas geen contact opnemen met studieadviseur. Een student, ook al is die bij wijze van spreken nog 16 of 17, is volwassen zodra ze bij ons komen. Dat is in de wet zo vastgelegd. En een volwassen persoon heeft natuurlijk recht op privacy. Soms is dat wel lastig voor ouders hoor. Want je krijgt als ouder ook geen rapport, je krijgt geen signaal als je kind niet op school komt. Maar ja, zo is het geregeld en de studenten kunnen dat ook wel aan hoor. Maar merkt u nu dat er iets niet helemaal lekker zit met uw zoon of dochter? Stimuleer ze dan vooral om contact te zoeken met die studieadviseur, want die is daarvoor. Planning. Ja, dat is wel iets waar studenten eerstejaars wel echt aan moeten wennen om alles te plannen. Je hebt me daar geloof ik ook wel eens iets over verteld, Noortje, of vergis ik me daarin? Ja, ik moet genoeg plannen. Zoals ook al staat bijvoorbeeld het reizen. Ik moet best wel ver reizen om naar thuis te gaan. Ja. En dan moet ik altijd wel even goed inplannen van, hoe laat ga ik met de bus? Kan ik daarvoor nog mijn kamer even stofzuigen? Zo moet je het altijd wel even plannen. Overleg je erover wel eens met je ouders? Praat je er wel eens over, ja? Ja, mijn moeder haalt me op van het station, dus dat is hartstikke makkelijk. Die moet wel weten hoe laat ik er aankom. Ja, tuurlijk.
Nou, en dan eigenlijk hebben jullie op tip 10 al een antwoord gegeven. Zijn ouders overbodig als je studeert? Nee, helemaal niet. Hè. Nee. Dat geven mijn kinderen mij niet op terug, hoor. Dat het gewoon wel heel fijn was om een thuis te hebben waar je kunt komen, ook als het eventjes op de universiteit niet zo lekker gaat. En natuurlijk geldzaken. Ja, dat is ook echt wel een onderwerp, hoor. Studeren is hartstikke duur. Dan gaat het niet alleen om het collegegeld. Het collegegeld is voor het komend jaar €2.143. Maar ook om alle bijkomende kosten. Echt heel wat. Er zijn gelukkig ook inkomsten voor studenten. Veel studenten hebben een bijbaantje. Ik wil er wel graag bij zeggen dat als je een intensieve opleiding hebt, zoals Noortje, dat €400 in de maand verdienen niet echt haalbaar is. En ook in het eerste jaar moet je denk ik niet al te veel werken. Zorgtoeslag, ouders hebben een bijdrage. Natuurlijk is er de studielening. Als uw zoon of dochter nog geen 18 is, loopt de kinderbijslag sinds dit jaar ook door. En heeft uw zoon of dochter een belemmering, dan kan de gemeente ook een toeslag geven. De studiefinanciering bestaat uit 4 onderdelen. De aanvullende beurs, die is niet voor iedereen. 2, de OV-chipkaart, die is wel voor iedereen. En 3 en 4 is lenen. Het heet wel anders, maar 3 en 4 is gewoon lenen. Hebben jullie een lening? Ja. Ja, jij? Ja, met op kamers wonen wordt het anders wel een beetje ja. te Je duur. Kunt haast niet op kamers wonen zonder geld te lenen. Ik ga nu iets vertellen over het hele studiefinancieringsverhaal. Aanvullende beurs. Als u meerdere studerende kinderen hebt of als uw inkomen wat lager is, dan kan uw zoon of dochter in aanmerking komen voor de aanvullende beurs. Veel ouders vragen dat niet aan, denken dat het een enorme papierwinkel is, maar dat is het helemaal niet. Het is gewoon een vinkje zetten en de Belastingdienst zoekt alles uit. Dus vraag dat alsjeblieft altijd aan. Aanvullende beurs is gewoon een beurs, die mag je houden. Er is maar 1 verplichting, namelijk dat je binnen 10 jaar een diploma haalt. OV-kaart. Krijgt iedereen, maar ook hieraan zit een verplichting. Je moet op een bepaald moment je diploma halen, namelijk binnen 10 jaar. En verder is het lenen, lenen, lenen. Kijk, dat is het bedrag dat uw zoon of dochter iedere maand mag lenen. Dat kun je ook aanpassen. Ik hoor nog wel eens van studenten dat als ze bij hun ouders zijn in de zomervakantie, dat ze dan minder lenen. En anders kun je dat tot dat bedrag lenen. Veel geld. Wel echt iets om eens thuis over te praten, hoor. En ook om eens uit te rekenen wat dat betekent. Hier is weer zo'n woordje met een streepje eronder, met een hyperlink. Daar zit een rekentool achter waarmee studenten, maar misschien wilt je een handje helpen, kunnen kijken wat ze in de toekomst zullen verdienen, wat hun studieschuld zal zijn en wat dat betekent voor de aflossing. Je kunt heel wat jaren studiefinanciering krijgen. Ik heb hier geel gemaakt hoe lang een student van Wageningen studiefinanciering kan krijgen. Best een tijd dus, hè. Terugbetalen. Mag je 35 jaar over doen. Het risico ligt niet bij de student. Mochten jullie geen baan vinden, maar dat zal niet gebeuren. Met een diploma van Wageningen vind je altijd wel een baan, hoor. Maar mocht je geen baan verdienen of weinig verdienen, hoef je ook weinig terug te betalen. En ook een geruststelling, maar waarschijnlijk vooral voor u. Als een student heel veel geld leent en dan vertrekt naar Timbuktu, dan komt de DUO niet bij u aankloppen. Alleen de student is verantwoordelijk voor de studieschuld. Maar praat er af en toe wel thuis over. Al is het maar 1 keertje, al reken je maar 1 keer samen uit wat het allemaal betekent. Hebben jullie thuis over geldzaken gepraat? Ja, maar ik denk dat het wel meer had gemogen nog. Ja? Ja. Dus echt wel ingewikkeld, hè? Ja. Ja, nou ik moet je zeggen dat ik het als moeder ook heel ingewikkeld vond, hoor. Maar is het nu voor u lastig om eruit te komen wat het financieel allemaal betekent? U kunt mij altijd mailen en natuurlijk ook de DUO, want dat is de expert op dat gebied. Kijk, hier staat er nog een keer www.studiekeuzekind.nl. Dat is het blog dat ik schrijf en er is een speciale tab over geldzaken. Ouderbijdrage vragen ouders mij ook vaak, wat moet ik nou eigenlijk betalen aan de opleiding van uw kind? Nou, u bent nergens toe verplicht, maar de Rijksoverheid vindt het redelijk als u zo'n €400 per maand bijbetaalt aan de opleiding van uw kind. Kunt u dat niet betalen, dan is er de aanvullende beurs. Ja, over deze dia hebben we het eigenlijk al gehad, hè? Ja.
Je moet je hele leven blijven zoeken naar waar ben ik gelukkig in. Hoe ga ik mijn tijd goed besteden? En ik hoop dat jullie in de jaren nu dat je onderwijs volgt ook steeds beter ontdekt wat je eigenlijk straks wil in de toekomst. Heb jij al een idee wat je straks gaat doen? Ik heb eigenlijk geen idee, maar Ik heb tot nu toe wel een leuke master voorbij zien komen. Dus ik ga daar onderzoek naar doen, hoe die is. Ja, ja. Vraag uw kind alsjeblieft niet welke baan ze later willen hebben, want dat kunnen ze helemaal nog niet overzien. In je bachelor ontdek je steeds beter wat je wil, wat bij je past. En dan is de volgende stap inderdaad de master. En in de master komen de studenten er echt wel achter wat hun eerste baan zal zijn. En daarna veranderen ze nog heel vaak van baan, hoor. Want zo zit de maatschappij tegenwoordig wel in elkaar, dat je nooit heel lang met hetzelfde bezig bent. Maar wel meestal binnen hetzelfde interessegebied. Dus wat dat betreft is het ook heel goed dat de studenten niet alleen bij ons hun eigen studie doen, maar ook nog aanpalende interessegebieden leren kennen. In Wageningen zit je goed qua werkgelegenheid. Er zijn 9 topsectoren in Nederland, daar zijn wij als BV Nederland heel goed in. En een aantal van die topsectoren, een groot aantal, zijn typisch Wageningse onderwerpen. Dus ik vind dat als moeder en ook als docent hartstikke fijn om te kunnen zeggen, een Wageningse student heeft echt een hele grote kans op een goede baan. Woningnood, hoe zit het met kamers hier in Wageningen? Ja, het is een beetje goed kijken of je een kamer kan krijgen in het begin van het jaar. Ja, dus? Ja, op tijd beginnen met inschrijven. Ja, en, heb je nu een kamer die je bevalt? Ja, ik zit nog steeds in mijn eerste kamer. Oh, echt waar? Ja. Dan heb je geluk gehad. Ja, dat is heel fijn. Ja. En ook inderdaad, zoals ik het Wageningen Student plaats, dat is ook heel belangrijk, de Facebookgroep. Daar zie ik ook nog zoveel kamers voorbij komen. Dus. Ja. Ja. En jij? Ik ben wel een paar keer verhuisd. Dus wat ik veel van andere mensen meekrijg ook, dat je eerst een beetje gaat kijken van, ik wil überhaupt iets en daarna iets luxer. Dat het echt goed bij je past. Want ik vond het in het begin wel moeilijk om iets te vinden. Ja, dat vind ik wel goed dat je dat zegt, Carleen. Want heel veel studenten beginnen inderdaad met een tijdelijke kamer. Maar daardoor ontdek je ook wel hoe je wonen wil eigenlijk. Hè? Precies. Wat je eigenlijk naar op zoek bent. Ja, ja. En hoe woon jij nu? Ik heb nu een studio. Zo, dat is luxe. Ja. Ja, wauw. Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, dat is één kamer helemaal voor jezelf met een aparte badkamer erin. En de keuken zit dan ook in die ene kamer. Dus je slaapt en je kookt in dezelfde kamer. Nou, luxe hoor. En hoe woon jij? Ja, ik woon in een studentenhuis. Maar nou, dan, je glimt er helemaal bij. Blijkbaar is dat dus ook wat jij leuk vindt. Wij deden dus, ik deel een badkamer met 3 anderen en de keuken met 6 anderen. Ja. Dus dat is op zich wel prima. Ja. Sommige studenten hebben echt wel even tijd nodig om te ontdekken hoe ze willen wonen. Dus wat dat betreft, al begin je met een tijdelijke kamer, misschien in een van de omliggende dorpen. Na de hand komen er echt wel meer mogelijkheden. En het helpt ook om uit te zoeken hoe je eigenlijk wil wonen. Belangrijk natuurlijk. Ja, ik heb het al straks al gezegd. Een student die bij ons studeert is volwassen. Er komen geen rapporten meer. Dus heel belangrijk dat u goed contact probeert te houden met uw zoon of dochter. Mijn ervaring is echt, al laten ze het misschien niet altijd blijken, uiteindelijk vinden studenten het wel heel fijn als er nog een ouder is op de achtergrond die interesse toont. Als het goed gaat en als het minder goed gaat. Mijn tip voor de toekomst. Blijf die interesse tonen. Maar vraag niet alleen naar resultaten. Vraag ook naar stress. Ik hoor ook nog wel eens studenten zeggen van ja, dan gaat het eigenlijk al helemaal niet zo goed op de universiteit. Kom ik thuis, het eerste wat mijn moeder vraagt is van, en heb je nog tentamen gehad? Ja, en als je dan weet dat je voor de tentamen gezakt bent, ga je toch ook wat minder makkelijk naar thuis-thuis, noemen ze dat dan. Die studenten, ga je minder makkelijk naar thuis-thuis toe. Dus probeer ook over welzijn te praten. En hoe is het als je ouders op bezoek komen? Ik ga zelf vaak in het weekend al naar hun toe, dus dan komen ze niet zo vaak bij mij. Oké. Maar dat vind ik ook wel prima, want ze hebben ook een groter huis en meer ruimte. Ja, ja, ja. Maar je ouders weten wel hoe je woont. Ja, ja, ze zijn er wel eens geweest met verhuizen dan. Met verhuizen? Ja. En hoe is het bij jou, Noortje? Ja, mijn moeder komt af en toe op bezoek om spulletjes te brengen. Of dan rijdt ze een rondje langs familie en dan neemt ze mij mee op de terugweg. En zo wisselen we dat af en toe een beetje. Ja, ja. En hoe is dat als je moeder op bezoek komt? Ja, ze moet wel bellen, want het is wel vaak een bende. Ja, kijk. Dat wel bellen in rood is wel echt heel, heel erg belangrijk. Niet alleen voor uw zoon of dochter, hoor, maar ook voor u.
Ik denk dat u niet wil weten hoe uw kind normaliter leeft hier in Wageningen. Moet ik eerlijk zeggen hoor. Ik heb al een paar keer iets gezegd over mijn blog. En al die streepjes onder die woorden verwijzen daar ook naar. Dat blog wordt geschreven door mij, maar vooral ook door decanen, door andere ouders. Studenten leveren wel eens een stukje aan. Heb jij geloof ik ook wel eens gedaan, hè, Noortje? Nee. Nee? Oh, nou, dan ga ik je dat zeker nog een keer vragen. Want ook de verhalen van studenten zijn natuurlijk hartstikke belangrijk in dat blog. Het gaat over studiekeuze, studeren, tussenjaar en geldzaken. En daar staan ook mijn contactgegevens. Dit zijn ook mijn contactgegevens. Ik heb ook een Facebookgroep. Als je daar lid van wordt, dan doe ik verder echt helemaal niks met die e-mailadressen hoor. Maar daar post ik wel alle nieuws op over studeren, over tussenjaar, over studiekeuze. En ouders communiceren op die Facebookgroep ook wel met elkaar. Nou ja, mijn e-mailadres als er vragen zijn en mijn telefoon. Ik wil heel graag ingaan op uw vragen, maar ik zal inderdaad nooit vertellen. Weet ik ook niet of uw zoon of dochter op college komt of welke cijfers er gehaald worden. Maar verder sta ik u heel graag bij met raad en daad. Dat is mijn baan en dat vind ik ook echt, ja, gewoon heel erg leuk. Na deze dia komen er nog een paar filmpjes, links voor filmpjes. Dus als u nog eens een keertje een gesproken verhaal wil zien, dat kan. Hebben jullie nog dingen die jullie op willen merken, die belangrijk zijn voor ouders? Ik zou de kinderen vooral ondersteunen in hun eigen studiekeuze en ze vooral laten doen wat voor hen goed voelt. Ja, dat zeg je heel mooi, Carleen. Dat is ook wat de meeste studenten zeggen. Laat me mijn eigen keuze maken, maar ondersteun me er wel in. Ja. Dat bedoel je, hè? Ja, mooi. En jij, Noortje? Ik kon niet heel goed kiezen. Dus als mijn ouders hebben heel goed geholpen om te zeggen van gewoon naar mij te kijken. Ze kijken van, hey, hoe staat ze daarin? Bijvoorbeeld tussen de studenten met een mailopdag, hoe staat ze daar tussen de groep? En zo kan je ook gewoon heel goed helpen zonder echt vragen of kennis te hebben. Kan je ook gewoon zo kijken. Ja, goed. Ja, nuttig. Nou, Carleen en Noortje, fijn dat jullie hier wilden zijn om jullie persoonlijke ervaringen te delen. Dat waardeer ik echt. Ik wens jullie nog heel veel studieplezier en studiesucces natuurlijk. En tot ziens. Ja, en ouders, dit is natuurlijk een speciale open dag. Normaliter zou u waarschijnlijk hier zijn met uw zoon of dochter en ook nog de stad in gaan. Dat kan u natuurlijk niet. Maar op ieder ander moment bent u natuurlijk van harte welkom. En ik hoop ook dat uw zoon of dochter nog naar andere open dagen gaat kijken. Want het vergelijken van opleidingen en het vergelijken van opleidingsinstituten, dat is echt belangrijk. En de meeste studenten zeggen ook tegen me dat ze het heel gezellig vonden om met hun ouders hiermee bezig te zijn. Natuurlijk nemen ze hun eigen beslissingen, maar het kan wel heel, heel gezellig en heel plezierig zijn om samen over de toekomst na te denken. Zijn er na vandaag nog vragen? Bel mij, mail mij, ik ga er heel graag op in. En ik wens u natuurlijk veel sterkte bij het studiekeuzeproces van uw zoon of dochter, maar ook heel veel plezier. Dank u wel voor uw aandacht.